Voor de komst van een datacenter naar Zeewolde is een groot terrein nodig. Het is de bedoeling dat deze zogenoemde datacampus naast bedrijventerrein Trekkersveld komt. Trekkersveld wordt namelijk fors uitgebreid. Maar die uitbreiding komt op wat nu nog agrarische grond is. En daar hebben boeren dus nog hun bedrijf. Zij zullen dus hun boeltje moeten pakken. Verslaggever Ingrid Kuipers, jij bent bij die boeren langsgegaan. Hoe vinden ze dat? Nou, wat de rode lijn is in wat ze me vertelden, dat is onzekerheid. En dat is eigenlijk niet zo heel erg gek, want bijna alles in dit verhaal is nog niet zeker. En om even een beeld te schetsen, dat datacenter is gepland op een enorm terrein tussen Trekkersveld, de Gooiseweg, de Knardijk en de Baardmeesweg. En aan die Baardmeesweg hebben 3 veeboeren en 1 akkerbouwer hun boerenbedrijf. Een paar maanden geleden werd ze verteld dat ze een nieuwe plek moeten zoeken. En dat klonk eerst nogal onwerkelijk, vertelde een van die boeren tegen mij. Want ze hebben daar 40 jaar lang gewoond en gewerkt. En het is absoluut niet makkelijk om daar iets vergelijkbaars voor terug te krijgen. Want deze boeren zijn absoluut niet van plan om te stoppen met hun bedrijf. Ze willen op een andere plek gewoon weer door. Ja, die boeren hebben daar inderdaad een heel mooie plek. Goede agrarische grond ook. Dat moet dan haast wel veel pijn doen als daar zo op deze manier een eind aan komt. Ja, dat is inderdaad een hele grote verandering. Nu is het wel zo dat de boeren die ik sprak opvallend rustig overkwamen op mij. Maar ja, het gaat uiteindelijk wel om families waarvan de ouders zich als een van de eerste zich daar in zuidelijk Flevoland hebben gevestigd. En nu moeten ze hun bedrijf dus opdoeken en ergens anders weer een bestaan opbouwen. Ja, dat dus voor wat betreft de agrariërs die nu in dat gebied zitten. Maar dat datacenter zelf, hè, wat weet je daarvan? Nou, de komst van dat datacenter, dat is omgeven met geheimzinnigheid. Zo is het niet bekend welk bedrijf zich wil gaan vestigen daar in Zeewolde. En het enige wat we wel weten is dat het een Amerikaans bedrijf is. Zelfs de 4 boeren aan de Baardmeesweg weten niet meer dan dat. Ze zeggen dat er een Nederlands bedrijf door de Amerikanen is ingehuurd om met hen de onderhandelingen over de uitkoop te doen. En er is ook met die boeren afgesproken dat ze in deze fase van de onderhandeling nog niet de publiciteit zoeken. En daarom wilden ze ook niet voor onze camera reageren. Ja, dus vaste onomkeerbare afspraken, die zijn er dus absoluut nog niet gemaakt. Maar toch kunnen deze boeren geen afwachtende houding aannemen, denk ik. Nee, dat klopt. Er moet nu al flink vooruitgekeken worden. En dat terwijl er dus inderdaad nog heel veel niet zeker is. Zo moet de gemeente bijvoorbeeld het bestemmingsplan van het agrarische gebied eerst nog wijzigen. En mede daarom is er ook niet meer dan een intentieovereenkomst met dat Amerikaanse bedrijf voor de bouw van het datacenter. En zoals een van de boeren tegen mij zei, er gaan wel vaker grootse plannen niet door, dus ik moet dit nog maar zien. Maar ja, toch moet er ondertussen al wel worden uitgekeken naar een ander boerenbedrijf dat goed genoeg is om over te nemen. En dat is vooral in Flevoland niet zo heel erg makkelijk. Want een van die boeren die zei, de grond is hier uitzonderlijk goed, maar de druk op die grond is ook heel erg hoog. Want er wordt steeds meer landbouwgrond ingezet voor andere zaken. En dan heb je ook nog te maken met de regels rondom de stikstof. Dat is echt een hele grote zorg voor de boeren. Dat is het sowieso al, want ze vinden die regels heel erg onduidelijk. Maar als je dan ook nog op zoek moet naar een nieuwe boerderij, waar je je koeien natuurlijk dan mee naartoe neemt, dan is het gewoon een hele lastige kwestie die ook voor veel vaagheid en onduidelijkheid zorgt. Maar als het dan echt zover komt, Ingrid, dat die plannen daadwerkelijk doorgaan, wanneer zouden de boeren dan weg moeten zijn? Ja, de gemeente die hoopt halverwege volgend jaar te beginnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van Trekkersveld. Die boeren hebben dus waarschijnlijk nog maar 1 oogst te gaan op hun grond. Dus de tijdsdruk om en een goede prijs voor hun boerderij te krijgen en iets anders te vinden waar ze met hun hele hebben en houden naartoe kunnen, ja, die is heel erg hoog.